In de ether op 107.8 en 105.5 op de kabel. Of wereldwijd via rtvassen.nl. Radio Assen. Nou, het is mij ook uitstekend bevallen deze week. Het was heel ontspannend allemaal. Iedereen was goed voor zijn taken bewust in de organisatie. En ik vond de deelnemers over het algemeen ook heel erg sportief en positief bezig. Hoeveel mensen werken er als vrijwilligers in jullie organisatie? We hebben in totaal zo'n 140 vrijwilligers in onze organisatie zitten. En dan heb je dus alle betaken, de kantinepersoneel, de bochtencommissaris, de opbouwploeg, de mensen van de coördinatie, de unithoven en ga zo maar door, EHBO en te veel om op te noemen. Wat is hetgeen wat je het meest is bijgebleven van deze Junior Vuelta in de zin van positief en negatief? Nou, negatief met het beginnen dat gisteren bij de junioren de renner van de selectie van de KNWU teruggehaald is naar Apeldoorn van het jaar, dat vond ik een negatieve ervaring. Wat had hij ons best gevallen? Nou, ik had nou, mag ik ook even terugkomen op die KNWU. Kijk, als die de selectie verantwoordelijke mensen de alle deelnemers aan de Junior Vuelta hadden laten meedoen, hadden ze hier kunnen kamperen of in een hotel. Ze hadden tussentijds naar Apeldoorn gekund om andere trainingen te doen. Dan was er een stukje ervaring geweest en ik heb nu het gevoel dat de mensen die hier meegedaan hebben, die vandaag hadden kunnen winnen, dat die met het gevoel dat die wereldkampioenschap gaat die negatief is. Als die jongen hier gewonnen had vandaag, dan was hij met een positief gevoel naar de WK gegaan. En dat was een beter geweest dan wat nu gebeurd is. Wat heist, we hebben de 45ste, de 45 Junior Vuelta. Is there coming a 46? Er komt de 46ste, als dat aan mij ligt. Ik zal proberen daar ook mijn steentje aan bij te dragen. Wij proberen ook daar volgend jaar weer wat andere elementen aan toe te voegen. Wij gaan van jaar ons best doen om met Ascent, die verantwoordelijk is voor de Vanberg, om daar volgend jaar over te mogen fietsen, vooral met de oudere categorieën, de junioren, de nieuwelingen en de nieuwelingen dames. De gemeente, de wethouder van Hooft, willen we graag hier naar voren hebben. Wat de gemeente Assen doet in het kader van de ondersteuning van de jeugdtoer Assen. En misschien ook André Cassel als sportcoördinator van de gemeente Assen. We willen graag een paar woorden, want alleen kan de heer Bruins het niet doen. Maar u heeft het wel voor elkaar gekregen dat hier een wielerbaan komt, hè? Er komt een wielerbaan, daar hebben wij heel wat jaren voor moeten knokken. We hebben zelf de Ahoy-baan uit Rotterdam moeten halen om het gevoel neer te zetten bij de politici in Assen dat die baan hier moet komen. En door het volhouden, 20 jaar lang, is het gemeentebestuur en de gemeenteraad 2 maanden geleden besloten, anoniem, dat Assen een wielercentrum krijgt met daar een mooie houten kombaan van 200 meter. En ik ben ervan overtuigd dat vooral de noordelijke wielersport in de toekomst een baanrenners af gaat leveren die olympisch gehalte kunnen krijgen. U moet ontzettend trots zijn om zo'n groot evenement hier binnen te hebben. Dat zijn we ook. We zijn geweldig trots dat de jeugdtour er is, dat dat een evenement is dat nu voor de 45ste keer georganiseerd is. Dat er zoveel jonge mensen uit Nederland en uit het buitenland aan deze tour meedoen. Sport verbroedert, het geeft ontmoetingen. En wij zijn trots op de mensen die achter de jeugdtour zitten, die dat organiseren. Want dat moet je met een team doen. Dat moet je met een goed lopende wielerploeg doen. Dan wordt het een succes zoals dat nu is. Van de gemeente Assen geef ik nog graag het woord. Excuses dat ik u net zo snel liet gaan. Maar u wil nog een aantal zaken wil u aan de mensen duidelijk maken. En ik denk ook aan de organisatie. Het is aan u. Ik hou de microfoon voor u vast. Dat lijkt me heel goed. Dat wil ik graag even doen. Ik zal ook proberen om het kort te houden. Op de eerste plaats wil ik wat zeggen aan de deelnemers, de jongens en meisjes die ons en elkaar en ons, deze week geweldige wielersport hebben geboden. Dat hebben ze voor elkaar gedaan. Iedere dag was er wedstrijd. Iedere wedstrijd stond op zichzelf, maar er was ook een algemeen klassement. En het aardige is bij de wielersport en in deze jeugdtour, de Junior Vuelta, dat alle onderdelen van die wielersport erin zitten. En als je dus vandaag een beetje pech had, dan had je morgen de kans op revanche. En dat heb ik ook teruggelezen in de bulletins, jullie eigen verhalen. En wat de wielersport zo mooi maakt, dat is dat doorzettingsvermogen en die discipline. Dat is één ding wat ik aan jullie wil zeggen. Bedankt daarvoor. Het tweede
kom ik eigenlijk even terug op wat ik net gezegd heb. Dat zijn de vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken. Zeer bedankt, zonder jullie was het niet gelukt. En wat aardig is dat dit evenement ieder jaar weer iets nieuws laat zien. Max Bruins heeft daar net wat over gezegd. Dit jaar was het TT-circuit, dat mooie TT-circuit dat we in het programma konden opnemen. En ik wil even stilstaan bij die vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers. Maar zonder iemand tekort te doen, wil ik één naam noemen en dat is toch die van Max. Max, wil jij nog even naar voren komen? Zonder iemand tekort te doen, mag ik zeggen dat Max, omdat hij van het begin af aan betrokken is geweest bij de jeugdtour, daar een belangrijke rol in heeft gehad. En via hem wil ik al die medewerkers bedanken, maar ik wil dat ook vergezeld laten gaan van een klein geschenk. Max, je bent zelf wielrenner geweest. Ik weet niet hoe de kleur van jouw truitje was, maar nu heb ik een gele trui voor jou. Een gouden trui, een soort replica van de trui die op de eerste dag van de Vuelta straks ook aan de klassementsleider van dan zal worden uitgereikt. En die zou ik jou willen overhandigen op dit moment. Max Bruins krijgt dus de trui die dus in de eerste etappe in de proloog van de Vuelta in augustus wordt uitgereikt. Hij is de eerste die dat gouden tricot om zijn middel mag gaan dragen. Max Bruins is the first man who gets the golden jersey that will be in August given on the winner of the proloog. Max Bruins is de eerste die dat tricot bekomt, die de proloog gewinnen voor de Vuelta aan einde augustus hier in Assen bekomt, wanneer dat tijdritvaren gewonnen had. Maar de Max, der hat schon das goldene Trikot von der Vuelta 2009. Ik ben er heel blij mee. Heel bedankt en ik ben er heel blij mee. Zeg, namens mij, al mijn vrijwilligers, ik draag het over aan jullie. En daarmee hebben we al het bruggetje gemaakt naar deze maand, Vuelta maand voor Assen. Veel activiteiten op alle terreinen, voor jeugd, voor ouderen. Met als hoogtepunt en sluitstuk de start van de Vuelta. En ik hoop dat u en de uwe in de loop van die maand en vooral dat laatste weekend de gelegenheid hebben om terug te komen naar deze stad en te genieten van die mooie wielersport die er ook dan zal zijn. Dankjewel. Radio Assen.